Ja, jullie hoorden net het liedje I Can Get No Satisfaction van de Rolling Stones. Een van hun grootste hits in de jaren 60. Maar wisten jullie dat dat hele liedje niet had bestaan als Philips niet bestaan had? Hoe zat dat dan precies? Nou, Philips vond de compact cassette recorder uit en het bijbehorende cassettebandje. En kwam daarmee in 1963 op de markt. Het was veel makkelijker in gebruik dan een normale bandrecorder. Nou, en Keith Richard die had een Philips cassette recorder aangeschaft. Ongeveer zo'n model als we hier hebben staan. En die stond naast zijn bed. En op een avond kwam die enigszins aangeschoten thuis of onder invloed van bepaalde middelen. Ging op zijn bed zitten en pingelde nog eventjes op zijn gitaar. Vervolgens viel hij als een blok in slaap. Maar de volgende morgen werd hij wakker en hij zag dat het cassettebandje helemaal op het einde stond. Dus hij dacht, hé, ik heb waarschijnlijk gisteravond nog iets opgenomen. Ja, ik weet er niks van, maar toch even kijken of wat op het bandje staat. Dus hij drukt op rewind en vervolgens op play en hoort dan de riff en de melodie van I Can Get No Satisfaction. En vervolgens hoorde hij 40 minuten lang gesnurk. Ja, zo bleef het lied behouden. Voor de eeuwigheid zou je kunnen zeggen. Het werd een van hun grootste hits in 1965. En het is geen verzonnen verhaal, want Keith Richard vertelt daar het volgende over in zijn autobiografie. I wrote Satisfaction in my sleep. I had no idea I'd written it. It's only thank God for the little Philips cassette player. And there you have it. Mooi toch?